Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast, een alternatieve podcast, want er was weer van alles aan de hand bij de Pieter Groen vandaag. Ja, er is een enorm gezeik over een of andere schrijver die te grof en te plat zou zijn voor de leerlingen van Pieter Groen. Nou ja, laten wij hem gesproken hebben. Stop! Deze schrijver heeft wel een prijs gewonnen voor het beste boek voor jongeren. Een nationale prijs. Dus ja, wij waren eigenlijk best wel verbaasd om dit te lezen. En wij dachten, ja, wat is er dan eigenlijk gezegd? Dus we hebben even een belletje gepleegd met de auteur. En die heeft veel duidelijkheid geschept. Ja, en dan komen we weer. Dit keer geen Nashville-verklaring of zo. We hebben weer besloten om het hele interview maar online te gooien. Zodat iedereen even kan luisteren en zelf een oordeel kan vormen. En dan maken wij morgen even wat groter item met hoor en wederhoor. Want ik vind wel altijd dat dat ook moet zijn. Niet alleen één kant van het verhaal. Dus jullie kunnen nu kijken naar een interview van Ramsey, toch? Een interview van mij. Ja. Jullie kijken morgen naar die verrotte pinda. En die denk ik mee naar de natte green screen. Oh. Kijk morgen. Vooral. Of nu. Of wat dan ook. Hoi. Een hele goede middag, meneer Van Straat. U spreekt met Ramsey van Podcat. Hoi, Ramsey. Hi. Ik had een paar vragen voor u, want ik heb van Andreas College had ik gezien dat ze een brief hadden gestuurd met excuses, dit en dat, zus en zo. En ik ben me nou eigenlijk wel, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat er nou eigenlijk is gebeurd. Ja, ik ben inmiddels zelf ook al nieuwsgierig naar wat er nou eigenlijk precies is gebeurd. Want iemand heeft het heel anders ervaren dan ik in ieder geval. Ik heb een lezing gegeven aan twee grote groepen studenten. Een groep HAVO-leerlingen en een groep VWO-leerlingen. En die heb ik verteld over hoe ik ooit ben gaan schrijven en mijn eigen puberteit en hoe ik was toen ik op de middelbare school zat. En de fouten die ik heb gemaakt en hoe het is gewoon om op te groeien. En ik heb een boek geschreven over die periode, over die jeugd en over die tijd. En dat gaat over je thuis voelen ergens of niet en angsten en eenzaamheid, maar ook over... de dingen die soms gênant kunnen zijn. En dus ik schreef een verhaal over dat ik per ongeluk mijn werkster ooit spacecake heb gegeven. Die ik had spacecake gebakken en daar heb zij per ongeluk van gegeten omdat ze dacht dat het een normale cake was. Nou, daar moest ze heel erg hard om lachen. En ik had ook gewoon een stukje over masturbatie. En weet je, dat ze, sommigen hebben dan een masturbatie sok als ze jong zijn en ik had een t-shirt, vertel ik. En dat t-shirt was op een gegeven moment niet meer echt een t-shirt, maar meer een koek. Dus dat zijn gewoon die typische puberdingen. En ik weet dat pubers, weet je, of jongeren zich daarin kunnen herkennen. En dat dat gewoon ook leuk voor ze kan zijn. En dat ze ook zien dat literatuur niet per definitie, of dat schrijvers niet per definitie stug en serieus en ernstig en heel literair over zijn. En daarna heb ik ook andere stukjes voorgedragen, gewoon over mijn stiefvader en mijn moeder en hoe dat was in die tijd en hoe het mis kan gaan binnen families. En dat is eigenlijk wat ik altijd doe, zeker bij jongeren en op scholen. Alleen hier was ik dus klaar en foto's genomen met een paar leerlingen en volgens mij vonden ze het allemaal hartstikke leuk en ook de meeste volwassenen die er waren, die waren enthousiast. Dus ik ging daar wel gewoon weg met een soort van goed gevoel. Terug naar Eindhoven. En toen ik kreeg een privéberichtje van een leerling en die had die brief gezien. En blijkbaar is er dus een brief naar de ouders gegaan. Nee, joh, echt met van, excuses. Van de leerling. Excuses dat wij. Wat zeg je? Van de leerling heeft u echt die brief gekregen. Heeft de school u niet benaderd of zo van joh, we gaan een brief eruit gooien? Alle ouders hebben dus een brief gekregen van de school. En daarin staat, beste ouders, wij nodigen graag schrijvers uit. Dat doen we om leerlingen in contact te brengen met literatuur, zodat ze ook daar de waarde van kunnen inschatten. Ja. Maar dit keer leek het veelbelovend, want deze auteur had een prijs gewonnen voor zijn boek. Het was zelfs het beste boek voor jongeren van 2018. Helaas is dat misgegaan. Want het was vooral grof taalgebruik en heel erg plat allemaal. En, nou ja. Dit spijt ons en we gaan ervoor zorgen om de volgende keer weer, tussen aanhalingstekens. Wat een gezeik van Andreas. Ja, blijkbaar. En het jammer hieraan vind ik vooral, ik weet ook al dat er mensen zijn die meteen vallen over zoiets en die precies. Weet je, ook al masturbeert elke puber, dan mag je het ook blijkbaar niet over hebben. Ja, Wat ik vooral jammer vind is, ik heb daarna ook superveel leuke reacties gekregen van de leerlingen die zeiden op Instagram, die zeiden van, wij vonden het juist heel boeiend en inspirerend en ik ga dit boek zeker lezen.
En ik denk dat juist doordat je een soort van laat zien dat een boek voor jeugd ook boeiend kan zijn. Ja, dat lezen en literatuur wel degelijk ook voor de jeugd boeiend kan zijn. Mm. Dat zij op die manier dan ook bij andere literatuur uitkomen. In de plaats van het zo stoffig en elitair mogelijk maken dat je er alleen maar mee afschrikt. Ja, nee, precies. Nee, ik snap u. Maar dan nog even een korte vraag. Want kijk, ja, dan zegt u wel van ja, iedere puber ja, die rukt wel eens, maar... past u wel eens uw lezingen aan voor het publiek, zeg maar? Voor bijvoorbeeld als u naar een christelijk dorp gaat of u gaat gewoon naar Amsterdam of dergelijke. Past u dan de dingen aan voor de doelgroep? Nee. Nou ja, in die zin. Ik pas het in die zin aan dat ik denk van wat valt hier goed? En wat is geschikt voor deze groep? En ik denk dat ik dat ook juist in dit geval, dus bij voor jongeren, dat heel juist heel effectief gedaan heb. Want het is dus ook heel goed gevallen. Alleen... had ik het dus, als ik het aan had moeten passen en dat die brief niet gestuurd zou zijn, dan had ik het dus zo moeten aanpassen dat ik degene in kwestie die hier zo verbolgen over is, dan ik het daarop moeten aanpassen. Maar ik schrijf helemaal niet voor die ene zure zwarte kous uit de jaren 50. Ik schrijf voor iedereen. En in dit geval gaf ik die lezing aan een groep jongeren. Oké, dus, ja, dat vind ik mooi verwoord. Ja. Vind ik mooi, ja, maar herkent u uzelf dan wel een beetje als plat of grof zoals het Andreas u heeft omschreven? Of heeft u zoiets van, ja, dat is een beetje een domme beschrijving? Gewoon iets wat niet echt bij me past? Ja, ik vind dat zeker een domme beschrijving. Kijk, het is maar net wat je definitie van grof en plat is. Kijk, voor sommige mensen is zodra het onderwerp zoiets betreft, dan is het al grof en plat. Snap je? Het is, dat ga je gewoon krijgen bij mensen die er absoluut niks van willen hebben. Maar ik ben helemaal niet grof en plat en ik heb dat boek ook juist met heel veel nuance en subtiliteit geschreven. Okay. Ja, en het gaat over veel meer. Het gaat over opgroeien en ouder worden en de complexiteit daarvan en de moeite daarvan en je onbegrepen voelen en laveren tussen loyaliteit en liefde en onzekerheid. En daar gaat het boek uiteindelijk over. Maar daar staan ook grappige, gênante situaties in beschreven. Dus dat hoort ook bij de puberteit. En ik heb dat allemaal willen laten zien. Ja, nee, mooi verwoord weer. Ja, en dan nog een vraag. Ja, hoe vindt u dat het wordt behandeld door de media? Want ik zag bijvoorbeeld ook dat Chantal Jansen onder uw post op Insta had gereageerd van idioot dit allemaal eigenlijk. Ja, wat vindt u van de aandacht die het krijgt? Chantal die ken ik gewoon, dus het is niet zo van, jeetje, ook Chantal Jansen. dat is ook wel niet zo. Ik bedoel, die reageert ook gewoon over een foto van mijn hagedis. maar wat ik ervan vind, ja, het wordt natuurlijk een beetje opgeblazen. Ik had het gewoon op Instagram geplaatst, die brief. En daar krijg ik gewoon heel veel reacties op. En nogmaals, het leukste vind ik al die leerlingen die mijn privéberichtje stuurden en zeiden, ik vond jou zo interessant en om een keer zo'n schrijver te mooi zien. En ik ga je boek zeker lezen en respect voor je lezing. Dat is mooi. Maar dat vind ik heel leuk. Dat is mooi. Maar doet u het vaker voor ook andere scholen lezingen of dergelijke? Ja joh, heel vaak. Ja. En zeker sinds ik die prijs heb gewonnen, het beste boek voor jongeren. Ik heb het helemaal nooit voor jongeren geschreven. maar omdat het over die levensperiode gaat, is het wel denk ik gewoon heel geschikt voor ze. En ik neem aan dat die jury die dus uit jongeren bestond van die prijs, mij ook daarom heeft verkozen. En ik kom heel graag op scholen en dat gaat ook altijd hartstikke goed. Maar in Katwijk, daar ging het dus gewoon ook hartstikke goed. Maar ik heb dus blijkbaar iemand met een soort ouderwetse moraal beledigd. Beledigd hiermee. Of getriggerd als je het zo zou willen zeggen. Die zag mij natuurlijk met die tatoeages zitten. Die dacht van, wat is dit nou? Veel te stedelijk voor ons. Ja. Ja, dat denk ik, zoiets. Het was in ieder geval, ik zat er ook helemaal niet zo erg mee. Ik vond het gewoon leuk om te delen op Instagram natuurlijk. En dan krijg je dat jij ineens gaat bellen. Ja, ja. Dan krijg je dat. Ja, nee, maar kijk, wij zijn een wat progressiever kanaal van Katwijk. Wij zijn wat ook met de allesvlag, weet je wel, de LHBT-vlag. En wij houden wel van lekker progressieve praatjes. En wat ik me nu afvraag, u heeft wel hele mooie woorden. Zouden wij misschien u een keertje mogen draaien voor een talkshow of dergelijke over dit soort onderwerpen? Dit vraag je nu gewoon in het openbaar. Ja, is natuurlijk wel een beetje on the spot. Dan moet je me maar even over mail of zo, want ik woon alles natuurlijk goed in Eindhoven. Dus het is niet dat ik even... Nee, precies, even op en neer kom. Nee, dat snap ik. Nee, precies. Maar je kunt me altijd mailen voor dat soort dingen. Alles goed. Nee, eenmaal super. Nou, sowieso bedankt. Zullen we even een leuk mailtje erachteraan sturen? Nog een vraag tot slot. Vindt u dat de school hun excuses verschuldigd is? Aan mij? Aan u, ja. Nee,
Nee joh, ik hoop alleen dat er ook genoeg leraren daar zijn die er niet zo rigide over denken. En die wel juist ook de waarde kunnen inzien van het feit dat die leerlingen nou eens een keer getriggerd worden. En misschien ook wel eerder aan het lezen gaan dan met Max Havelaar of zo, snap je? Dat gunnen die leerlingen. En de school uiteindelijk ook, maar ik hoef absoluut geen persoonlijke excuses. Nee, daar is het me op geen enkele manier om te doen. En ik hoop ook gewoon dat de persoon in kwestie die hier zo van geschokt is, dat die verder ook gewoon een fijn leven heeft. Vind ik ook mooi gezegd. Nee, ik hoef geen excuses nodig. Brabantse liefde allemaal gewoon. Ja, exact. Nou, mag ik u alvast een fijn carnaval wensen in ieder geval? Ja, dankjewel. Dankjewel en veel goeds daar. Ja, dankjewel. Tot ziens. Oké, hoi. Carnaval. Hoe gaat die groene pond werken op een groene achtergrond? Ah joh, fuck dat. Maar die knop ik hem misschien wel.